Wolken, gebouwen, allemaal hartstikke mooi, leuk. Het water is allemaal. Maar zo veel minder. Als je gewoon eventjes snel dit ding aanflikkert. Mijn hemel zeg, wat een verschil. Met die onderzee is daar en hoe nu de zon is hier. Je hebt gewoon meteen het gevoel van, yo, ik ben hier op het strand. Ik ben hier om te chillen, ik ben hier gewoon om te relaxen, weet ik het allemaal. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Napelio. Vandaag mensen in deze aflevering gaan wij natuurlijk met het mooie Shaders Pack verder de stad in wat ik ook heb gedaan bij het tropische eiland. En we gaan hier natuurlijk een aantal dingetjes bekijken. Heb jij er vandaag zin in en mensen heb je het warm en wil je echt even die verkoeling hebben? Misschien wil je zelfs wel hier letterlijk het water induiken voor mijn neus, wat ik goed kan begrijpen. Klik dan binnen nu in 3 seconden een like aan. En als je nieuw bent klik ook natuurlijk meteen even dat abonneerknopje. Want geloof me mensen, je krijgt het letterlijk 7 graden koeler. Just freaking saying. Voor de mensen, we zijn dus hier nu aangekomen in Napelio. Je ziet het al meteen, we hebben het Shaders Pack aan. En ja, we gaan vandaag eens even hier ook dit deel van de stad bekijken. Hoe natuurlijk dingen eruit zien. De zon schijnt lekker. Het ziet er fucking episch uit. Ik heb even voor de opname een extra boot aan neergeflikkerd. Om te laten zien natuurlijk hoe het eruit ziet. Maar laten we beginnen mensen. En ik ga niet overigens wat ik bij de video van gisteren deed, de hele tijd tussen switchen. Maar laten we nu heel eventjes wel het beeld erbij pakken. Hoe het eruit ziet zonder een Shaders Pack. Want het is echt insane. Mensen, welkom in letterlijk de stad Napelio, waar we dus net ook keken, zonder een Shaders Pack. Minecraft Vanilla, de zon is er, wolken, gebouwen, allemaal hartstikke mooi, leuk, het water is allemaal. Maar zo veel minder, als je gewoon eventjes snel dit ding aanflikkert. Mijn hemel zeg, wat een verschil. Wat ik bijvoorbeeld ook heel erg vet vind mensen aan zoiets als dit is, zeg maar hier bij het water, hoe dat dus reflecteert op het water, vind ik echt heel erg sick. Laten we gewoon even lekker een stukje gaan kijken. Ik vind met name daar begin ik ook meteen hier mensen. Ik vind dit een van de mooiste plekken in Napelio met dit water hier wat ook allemaal. Zeker met de Shaders Pack hoe dan, nou dit gewoon dan die enorme bodem, hoe gewoon dit hier is met het kleine stukje, ja, ik wil het geen haven noemen. Het is meer een soort van aanlegdok om zo maar te zeggen. Maar ik vind het gewoon zo fucking episch hoe dit water hier eruit ziet met die gebouwen erbij. En ook gewoon hoe alles dus erin reflecteert en weet ik dan. Maar ja, ik vind het echt heel erg sick. Ja, wat ik zeg, ik heb even dus voor deze opname mensen, heb ik even een enorme jacht ingeflikkerd. Het was nogal moeilijk om hierin te krijgen met het hele passen en meten. Want ik kan je niet zeggen, hij past hier niet helemaal lekker in. Ik had hem eerst geprobeerd om daar te krijgen, maar daar was hij gewoon veel te groot voor. Ja, dit ziet er wel heel episch uit. Natuurlijk ook opname-wise. Het is natuurlijk heel logisch dat je natuurlijk zo'n jacht kan varen. Ik bedoel, als je hier natuurlijk invaart, je moet er ook weer uit. Wat ook allemaal, hoe je gaat draaien, zoek het allemaal lekker uit. Maar damn. Ja, ik vind het heel vet hoe dit kanaal op deze manier zeg maar eruit ziet met het water. Als ik het zo zie, zou ik er niet heel graag inspringen, want het is best wel donker. Maar toch ook wel heel erg sick hoe dit eraan toe gaat. En als we natuurlijk aan deze kant op gaan, hoe de lichtval natuurlijk ook is met de brug en het water, wat ik allemaal. Ja, dit is wel gewoon heel episch. En natuurlijk dan de gebouwen die je natuurlijk daar ziet en die natuurlijk allemaal die reflecties weer in het water. Ja, ik ben verkocht door mensen, ik ben verkocht. Ik vind het heel vet. Ik zag heel veel reacties, heel veel mensen ook heel erg vet vonden hoe dit eruit ziet. Vooral met de shaders wat ook allemaal. Ja, ik kan alleen maar ja en amen zeggen wat dat betreft. Het is ook echt enorm vet. Ik wil even ook nog vanaf hier kijken. Hoe dit vanaf hier eruit ziet. Ja, dit is het hoor mensen. Dit is het gewoon. En ik heb het gezegd, we gaan niet heel de tijd doen. Maar toch moet ik nog één keertje doen mensen. Eventjes dat shaders packje uit. Neem het even hier op mensen. Zo ziet het kanaal van Napelio er dus nu uit. En als we dan eventjes dat shader spekje aanflikkeren. Godskoleerde mensen. Wat een verandering zeg. Ongekend. Heel de stad komt tot leven. Met eigenlijk een hele simpele aanpassing. Niks meer bijna dan water en lichtinval. En bam, je hebt gewoon dit. Fucking episch. Wat ik dan ook meteen even wil laten zien mensen. Dus we vliegen er even snel naartoe. Is natuurlijk hier het kleine stukje ja, chill strand om zo maar te zeggen. Met natuurlijk hier het reuzenrad, dat weet ik het allemaal. Dit is natuurlijk een beetje een strandachtig iets. Maar moet je dit effect hier zien mensen. Laten we eerlijk zijn. Ook zo met die onderzee is daar. En hoe nu de zon is hier. Je hebt gewoon meteen het gevoel van. Yo, ik ben hier op het strand. Ik ben hier om te chillen. Ik ben hier gewoon om te relaxen. Weet ik het allemaal. Fucking episch. Echt fucking episch. Als je zo loopt en je kijkt zo om je heen. En ja. Ik vind het heel vet. Dat hoor je ook wel aan mij. Ik vind het echt heel vet. Het begint spontaan hier te regenen. Godskoleerde. Nou, lekker dan mensen. Het begint te stormen in de stad. Je ziet, ik heb niks ervoor getypt. Regen staat namelijk hier natuurlijk ook gewoon aan. Nou, we zijn hier nu in de regen op het strand. Nou, is meteen een koude pleurisbende. Is trouwens wel echt zo, zeg. Jeetje.
het is meteen een soort van herfstgevoel wat je nu krijgt. We waren hier lekker op het strand en hoppatee, herfst. Ik ben ook wel heel erg benieuwd stiekem. We gaan even gewoon gebruik maken van het feit dat Minecraft ons dit geeft. Hoe ziet dan nu hier de boer eruit? Oké, dan. Best wel spooky eigenlijk. Best ook wel heel erg naar. Waar was er nou Paytime Night nog bij doen? Kan dat? Oké, dat kan ik dus ook nog wel doen. Dat het dus nacht is met regen erbij. Ik weet niet of ik het dan zeg maar enger vind dat het nu met nacht erbij is dan overdag. In de zin van overdag heb je natuurlijk veel meer het mistige gevoel zeg maar erbij. Maar dit heeft ook wel wat. En voor de mensen denken, wat gebeurt er in godsnaam met die gebouwen? Dat zijn dus de regendruppels die dus ja in beeld komen, om zo maar te zeggen. Maar ik vind het wel heel erg vet. En wat ook heel erg vet is aan dit shader spec, mensen, zie je natuurlijk ook al wel. Dat zijn natuurlijk al deze lampen hier. En ja, het is behoorlijk zwaar om dit allemaal te runnen, wat ook allemaal. Maar hoe deze lichten hier natuurlijk allemaal een eigen glow afgeven. En natuurlijk ook in de gebouwen dan. En dan zijn natuurlijk niet elke verdieping helemaal goed ingericht. Maar ik moet zeggen, als je bij wijze van hier ergens zou staan en je kijkt naar zo'n gebouw. Het heeft wel wat van afstand. Dat er hier en daar een lampje zit, dat het even wat licht geeft. Wat er kan, maar het heeft echt wat. Geldt ook met dit gebouw hier en dit gebouw hier. Er hangt gewoon over een beetje licht. En dat is heel vet, want ik moet het toch nog even doen, mensen. Even dat pakje uit. Ja. Ja, oké, het regent in Minecraft en het is donker. De gebouwen zijn verlicht vanwege natuurlijk de best wel veel verlichting wat zo'n lampje geeft eigenlijk. Terwijl, eigenlijk gewoon zonder dat ik überhaupt ooit roleplay heb gedaan zonder dit. Nee, maar dit is wel echt heel episch. Ik vind echt een heel vet shaderspec. En ook als je hier zo nu even zo overheen vliegt en ook nu wel met het regen en weet ik het allemaal. Het heeft toch ook een soort van sfeergevoel dit. Het heeft toch ook wel wat sfeer. Dan ben ik niet helemaal blij met het feit dat natuurlijk die parkeerdingen allemaal licht geven. Dat zeg ik heel eerlijk, maar dat komt natuurlijk omdat het van een jack-o'-lantern is. Dus die geeft natuurlijk instant licht. Maar ook als je dit zo ziet. Voor de mensen overigens, ja, nu valt het ook door de mand. Het politiebureau is eigenlijk nog helemaal niet eens up and running. Moet nog heel goed worden ingericht, weet ik het allemaal. Er zit ook geen lampje in. Het reuzenrad is in het donker verlicht met dit weer. Fucking episch. Echt heel episch. We hebben hier dan natuurlijk het ziekenhuis waar de licht in zijn. En eigenlijk kijk ik nu net of deze stad echt gewoon ook gewoon fulltime bewoond is. Of sommige gebouwen nader. Maar dat lijkt echt alsof gewoon heel de stad dan bewoond is. Met deze lichtinval, met regen in de avond. Wauw. Ik vind het zo vet. En voor de mensen, ik heb dit ook nog nooit eerder gezien op deze manier. Ik heb nog nooit naar Paleo hier in het donker gezien. Met regen bij wat ook allemaal. Maar het is puur dat natuurlijk de server zelf het de regen ervan maakte. Ik wist wel natuurlijk dat dit hele mooie lightning effects geeft, dit shader spec. Maar dat het er zo uit zou zien. Nee, dat had ik niet. Wow. Dat is helemaal space nu vanaf hier. Holy shit. Dit had ik in ieder geval niet verwacht. Je hebt natuurlijk nog een deel van de strand die natuurlijk van waar ook mensen wonen. Dan heb je natuurlijk zo'n flat daar als het ware. Waar dan al die lampjes in branden, dat klopt gewoon. Je hebt natuurlijk de school hebben hier. Oh. Wat vet zeg. En dan heb je hier natuurlijk, dat is ook wel heel erg mensen. We zijn dus nu hier in zo'n bos. En dan heb je dus dat shader spec met dus nu dan dat het nacht is. Als we paytime day doen eventjes dan. Oh, even kijken hoe dat dan uitziet alleen maar met regen. Maar dat zeg ik ook wel heel erg na. Want wat ik dus zeg, als het dus overdag is hier meer een beetje dat mist zeg maar. En als je dan denk ik in een scène heb wat ik allemaal in een bos, wat dan allemaal zo eruit ziet met regen en weet ik het allemaal. Ugh. Oh, daar staat iemand. Oh nee, het is nog niet Mielumius. Ben jij Mielumius? Hallo? Oh nee, Mielumius in de bossen. Dit is op zich wel spooky als je hem hier tegenkomt. Dat is dus weather clear. Dan heb je dus in één keer dit beeld. Heel langzaam verandert het, maar dan heb je dus in één keer dit beeld. Dan denk je in één keer van, nou, hé, dat is eigenlijk best wel een vrolijke bedoeling. En als je een fucking storm doet, dan heb je in één keer weer zo van, oh nee, killer clown incoming. Oh, wat is dit fucking episch. En dan heb je natuurlijk ook hier dan het ziekenhuis wat natuurlijk aangrenst. Ik moet zeggen, met dat regen, mensen, dat heeft wel heel erg wat, als ik heel eerlijk ben. Ook als je dit shot zo ziet, zo van, stel je nou voor mensen, je hebt zeg maar een scène dat je helemaal heel lang in de bos hebt overleefd wat er kan, maar je hebt eindelijk een bewoonde wereld en dan is dit hetgeen wat je eerst ziet. Een heel donker gebouw met een stukje licht daar in de verte. Damn. Nu krijg ik allemaal ideeën. dan heb je dus dat
het ziekenhuis wordt ook gewoon episch. Oh, ik moet zeggen, mensen, dat is nou ook iets op rechts. En dat hebben heel veel mensen die dus bouwen op Napelio of meedoen aan de opname op Napelio. Die schrikken, en ik net dus ook, van een NPC die in één keer voorbij komt lopen. Omdat er zijn behoorlijk wat NPC's hier. Ik weet niet, ik tap me druk. Soms zie je de lijst ook wel verspringen. Nou, nu dan niet. Maar er lopen echt heel veel NPC's rond, wat best wel spooky is. En dit is ook best wel spooky eigenlijk. Als je hier zo nu naar beneden gaat. En dan in dit treinspoor nu bent. Hoor, hier overheen klimmen. Oh, wauw. Oprecht, als je daar zo die kant op kijkt. Het is best naar. What the hell? Holy shit. Oké, we gaan hier snel uit. Het is best wel heel erg naar. Maar tegelijkertijd ook heel erg sick hoe die hier dus de boel uitziet. Er valt nog veel meer te laten zien. We hebben natuurlijk ook nog een legerbasis. We hebben natuurlijk ook nog een vliegveld. Wauw. Wauw. Wat is deze stad vet, zeg. Mensen, laat sowieso eens even achter in de reactie wat jullie vinden van überhaupt de stad Napelio zelf. En ook mensen, wat even belangrijk is. Wat vind jij dat er moet komen in Napelio? Denk erbij natuurlijk aan gebouwen. Want er gaan natuurlijk ook nog heel veel dingen veranderen natuurlijk met het seizoen 2 wat ook allemaal. Dat betekent ook dat ook hier in de stad zelf nog dingen gaan veranderen van gebouw, weet ik wat allemaal. Maar mocht jij nou zelf zoiets hebben van Duffy, ik denk echt dat je dit en dit in de stad moet hebben. Laat het vooral natuurlijk even achter in de reacties, mensen. Kunnen natuurlijk altijd naar gaan kijken of we er iets mee kunnen gaan doen. En misschien als we er iets mee gaan doen, denk je van hey. Dat is mijn idee. Zit er gewoon in. Nou, hoppatee. Easy peasy, lemon squeezy. Voor nu mensen allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan eventjes dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom en mensen, tot de volgende keer.